Zo, heel onze uitzending staat eigenlijk in het teken van de eieren. Dus dan zijn we hier ook beland en we gaan eieren zoeken. Maar waar komt het toch eigenlijk vandaan, de eieren zoeken? Misschien dat we hier het antwoord vinden. Oh, wat een mooi pad. Waar komt er nou vandaan de traditie eieren zoeken? Udenhout. Dat komt uit Udenhout? Nee, ik kom uit Tilburg. Ik zou het absoluut niet weten. Waarschijnlijk hier in de Drunense Duinen, maar anders weet ik het niet. Ja, dat weet ik niet, maar ik kom hier wel al 20 jaar zo'n beetje. Toen mijn kinderen nog klein waren. En nu ben ik met de kinderen van mijn schoonzus. Om het op te eten. Om op te eten? Ja. Ja, jij bedoelt anders hoeven ze niet te zoeken. Ja. De traditie van het eieren zoeken, waar komt het nou eigenlijk vandaan? Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Het is de eerste keer dat ik meedoe dit jaar. Ik kom hier niet vandaan, dus ik woon hier 7 maanden. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik heb wel een opstel over moeten schrijven, maar... Nou, wij is vooral achter paas eieren zoeken, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk, want ik heb daar hier in 1987 heb ik daar hier zo'n beetje mee opgezet. Maar als u het mee opzet, dan weet u waar de traditie vandaan komt. De traditie die komt voor de vereniging een beetje te steunen. De vereniging een beetje de kast te spekken en zo. Dus Pasen is eigenlijk commercieel feest om landelijk bij allerlei verenigingen de kast te spekken. Dat gaat u me toch niet vertellen, denk ik? Nee, niet bij allerlei verenigingen. Nou, alleen hier? Misschien een beetje ergens anders. Je moet natuurlijk iets doen als vereniging om een beetje geld in de kast te krijgen. En als een hondenvereniging, dan kun je niet bij de gemeente of ergens kun je aankloppen voor geld. Paashaas is een verstopte, zeggen ze. En dan? Ja, dan moeten wij ze zoeken natuurlijk. Natuurlijk. Zullen we daar vandaan komen? Ik denk het wel. Dat de bedoeling is dat de paashaas verstopt en dat de kinderen gaan zoeken. En dat komen we hier vandaag doen. Als dat hek naar beneden gaat, dan sta ik vooraan om in ieder geval mijn eitjes te zoeken. Valt nog mee, het is nog niet zo druk. Zo. Nou staan we in ieder geval vooraan. Van oneerlijke concurrentie? Nee. Waarom niet? Zoeken. Daar ben ik de hele tijd al mee bezig. Ja, beter zoeken. In de bos zie je zo. Dankjewel, hè. Ja. Paaseieren zoeken, er zit erop hier. En wij gaan in ieder geval naar het volgende. En er is volop gestemd op de west. Ja, dat klopt. Nou, wij gaan hier door naar ons volgende evenement en er is volop gestemd op de website. Dankjewel, vriendelijke vrienden. En we gaan verder. Pasen. Ah.